In de Schatkamer van Allerheiligen, november vorig jaar, spraken we over de albes. De witte kleding die worden gedragen door de mensen die actief zijn rond het altaar in de eucharistie. We toonden toen een foto van Jean-Paul en Iban in zo'n albe. En toen was het nog vanzelfsprekend dat je daarbij een mondkapje droeg. Die albes, die een teken zijn van de gedoopte, zeiden we toen die mag je ook in connectie brengen met de tweede lezing van volgende zondag. Uit het boek Apocalypse. We zijn nog altijd rond de troon verzameld met alle engelen, heilige machten en krachten, weet je nog. En nu krijgen we een beeld van hoe die heiligen er precies uitzien. Ze zijn in het wit gekleed. En dus ons samen zijn rond het altaar verwijst naar wat er hier nu zal volgen. In het wit gekleed en daar worden verschillende beelden aan toegevoegd en we noemen er drie. Er is iets met een palmtak, het heeft iets te maken met een tent die gebouwd wordt en er worden ook waterbronnen genoemd. Nu die drie elementen, als je de bijbelse geschiedenis kent en iets van de Joodse cultuur, dan koppel je die aan het grote feest van Sukkot. Het loofhuttenfeest, een oogstfeest, is dat dat onze Joodse vrienden nog steeds vieren ergens in de periode tussen eind september en eind oktober. Ze bouwen dan een soort van ja, hut in de tuin of op het balkon of op het dak en uh, vieren daarin feest. Het is een feest dat herinnert aan de 40 jaren in de woestijn. Weggetrokken uit Egypte en nog niet binnengetrokken in het beloofde land is het volk helemaal afhankelijk van God. En in het loofhuttefeest herinneren ze zich dat God hen dag na dag nabij is gebleven. Dat hij hen gevoed heeft met het manna, weet je wel, en water heeft gegeven toen het nodig was. Een feest van grote dankbaarheid is het. Ja, en de verwijzing naar tent en de connectie met het, de palmtak is natuurlijk vanzelfsprekend. Dat is de manier waarop je uh, zo'n uh, loofhut maakt. Maar wat is de connectie met die waterbronnen? In het uh, latere jodendom rond de tempel, uh, ten tijde van Jezus bijvoorbeeld, was het gebruik ontstaan om op de laatste dag. Van het loofhuttefeest, in de tempel samen te komen. En dan gingen de priesters water halen aan de fontein en goten die met grote gebaren uit over de hoven van de tempel. In een streek waar water zeer kostbaar is, geen vanzelfsprekende handeling. Maar vanuit een gevoel van overvloed, omdat God die schenkt, werd er. Uh, werden de profetische woorden dan uh, uitgeroepen. Met vreugde zult gij uh, vieren bij de waterbronnen van verlossing. Zoiets naar aard werd er gezegd. Dat is trouwens iets waar Jezus heel uitdrukkelijk naar verwijst in het Johannes-evangelie. Niet toevallig is het diezelfde Johannes, die ook aan de basis ligt van het boek Apocalyps. En je krijgt dus een connectie. Van de dankbaarheid over hoe God meegegaan is in de woestijn, met een visioen van waar we uiteindelijk terecht zullen komen. Kijk, en dat daalt neer volgende zondag in onze Eucharistische realiteit. Dankbaarheid voor hoe God met ons op weg gaat in de woestijn van het leven, over hoe Hij ons voedt. Ook op het moment dat het niet vanzelfsprekend is. Hoe Hij bij ons is in de weg die wij afleggen, de pelgrimstocht die wij afleggen naar ons beloofde land. Maar ook het visioen: het visioen van de overvloed van leven waartoe we uitgenodigd worden. De Eucharistie is niet alleen dankbaar zijn om wat voorbij is, maar ook al voelen hoezeer het visioen van de uiteindelijke bestemming ons vandaag al richting geeft, ons vandaag al moed en kracht en hoop en vertrouwen geeft om door te gaan. Elke eucharistie is een moment van dankzegging, het woord zegt het zelf, is eh, danken in het Grieks, maar is ook verbonden zijn met onze uiteindelijke bestemming. En zie daar... Nog een belangrijke betekenis van het dragen van de Albe in onze liturgische diensten.